Dit is de eerste video in een reeks over numeriek modelleren voor uh, natuurkunde leerlingen. Want uh, numeriek modelleren vormt een onderdeel van het eindexamen. Dus je moet dit kunnen op het eindexamen. En wat we gaan doen in deze serie filmpjes is kijken naar wat numeriek modelleren nu eigenlijk is. Hoe je die kunt toepassen in een aantal veel voorkomende situaties. En ook wat je nou precies moet kunnen en kennen. Wanneer je numeriek modelleren in een vraag krijgt, bijvoorbeeld op een toets of op je eindexamen. Nou, allereerst is de vraag: wat is nu eigenlijk numeriek modelleren? Nou, bij het numeriek modelleren ben je geïnteresseerd in een bepaalde situatie. Die wil je vanuit de natuurkundebril gaan bekijken. En een natuurkundige heeft altijd uh, twee verschillende manieren waarop uh, hij of zij dat kan doen. Dat kan via de analytische manier, waarbij je gebruik maakt van formules die de situatie perfect beschrijven. En het grote voordeel is dat wanneer je uh, de goede formule hebt en wanneer je begint met uh, duidelijke, uh, nauwkeurige meetwaarden als input, dan kun je ook een vrij precies, een vrij nauwkeurig antwoord formuleren. Nou, dit is eigenlijk wat je vrijwel altijd doet als je een uh, rekensom maakt. Voor natuurkunde. Naast de analytische methode kun je ook gebruik maken van de numerieke methode, waarbij je een numeriek model gebruikt om door te gaan laten rekenen wat er gebeurt in de situatie waarin je geïnteresseerd bent. En zo'n numeriek model maakt altijd gebruik van een zogenaamd iteratief proces. En iteratief daarmee wordt bedoeld een herhalend proces. Wat je namelijk doet bij een numeriek model is de tijd die je wilt onderzoeken. Die op te delen in kleine stukjes tijd, zogenaamde tijdstapjes. En gedurende elk tijdstapje ga je kijken in een vaak wat versimpeldere uh, versimpelde omgeving, wat er nu gebeurt met jouw grootheden waarin je geïnteresseerd bent. En door al die tijdstapjes achter elkaar door te rekenen, kun je uiteindelijk ook iets zeggen wat er dan gebeurt met die grootheden gedurende de hele tijd waarin je geïnteresseerd bent. Uh, dit klinkt allemaal heel erg complex en overbodig gelegd, maar numeriek modelleren heeft ook een groot voordeel. Dat is namelijk dat je met numeriek modelleren ook iets kunt zeggen bij complexe situaties. Situaties die zo complex zijn dat je daar eigenlijk geen goede analytische oplossingsmethode voor hebt. En wat blijkt nou in de praktijk het geval te zijn? Op het moment dat je gedetailleerd gaat kijken naar bepaalde situaties of naar bepaalde uh, processen, dan kom je er uh, vaak al uh, achter. Dat uh, die processen, als je echt op de detail gaat kijken, complexer is dan dat je met uh, analytische methodes kunt oplossen. Dus heel vaak, zeker in het uh, vervolgonderwijs en zeker ook bij uh, wetenschappelijk onderzoek, moet je wel gebruik maken van numerieke modellen, omdat je anders niet tot dezelfde nauwkeurige antwoorden kunt komen als uh, dat je zou hebben wanneer je gebruik maakt van de analytische modellen, waarmee je dan de situatie niet perfect kunt beschrijven. In deze reeks ga ik uh, gebruik maken van tekstmodellen. Ik zeg het uh, expliciet, want je hebt twee soorten manieren om uh, naar modelleren te kijken in uh, VWO. Dat kan via de grafische manier en via de tekstmanier. Nou, de grafische manier, daar ga ik geen aandacht aan besteden, alleen aan de tekstmanier. Uh, maar uh, de grafische manier is even goed. En op een eindexamen, bij een eindexamenopgave, krijg je ook allebei zowel... De grafische als de tekstmethode krijg je allebei aangeboden, dus daar kun je altijd nog kiezen. Wij gaan numeriek modelleren uitleggen aan de hand van een hele simpele situatie en dat is dat ik te maken heb met een eenpaarige snelheid. Een voorwerp voert een eenpaarige beweging uit waarbij het voorwerp op tijdstip t is 0 zich bevindt op plaats x is 0. Nou heel simpel. En deze situatie is zo simpel dat je er ook een hele simpele analytische oplossingsmethode voor hebt. En dat is de formule x is v mal t. Op elke willekeurig tijdstip t kun je uitrekenen hoe groot de plaats is van het voorwerp. Stel, ik wil deze situatie uh, gaan vastleggen in een numeriek model. Hoe ziet dat er dan ongeveer uit? Welke stappen zal ik dan moeten doen? Nou, de eerste stap, en dat is eigenlijk al een standaard stap, een hele belangrijke stap, is dat je tegen het model moet zeggen. Uh, wat de beginwaarden zijn van elk van de grootheden waarmee uh, het model moet gaan rekenen. En dat heet dan de startwaarde. Vervolgens ga je uitrekenen hoe groot de verplaatsing is van het voorwerp in de eerste tijdstap. Verplaatsing noem ik hier de, uh, delta x, wordt ook vaak dx genoemd. En op het moment dat ik de verplaatsing weet in de eerste tijdstap, dan kan ik die optellen bij de plaats die ik al had en dan kan ik een nieuwe plaats berekenen. En omdat dit zo'n uh, simpele situatie is, ben ik nu eigenlijk al klaar met mijn uh, model. En nu kan ik tegen uh, het model zeggen: Nou, je mag nu een tijdstap verder, een delta t, vaak ook dt, tijdstap verder. En begin maar weer opnieuw, bovenaan. Dus ga maar in de tweede tijdstap uitrekenen wat daar delta x wordt. En tel die dan maar weer op bij uh, de plaats die je al had. En krijg zo weer een nieuwe plaats. Nou, zo gaat uh, dat model. Gaat die stappen herhalen en herhalen. En telkens nadat het de cyclus heeft gedaan. slaat het alle grootheden uh, ook natuurlijk op. zodat je het later kunt terugvragen. Nou, dit is dus dat cyclische proces. dat iteratieve proces. waarmee. Uh, numerieke modellen werken. En dat betekent dus ook dat je op een gegeven moment. tegen het model moet zeggen. en nu mag je stoppen. Dus je hebt ook altijd een stopconditie nodig. Dit is uh, heel algemeen. hoe je uh, deze, deze eenpaardige beweging zou kunnen. Modelleren. Nu gaan we het dus met getalletjes doen en gaan we ook echt het model uh, proberen te schrijven. De situatie uh, met getallen laat ik dan een volgende situatie nemen. Er komt een auto aan, die rijdt met een snelheid van 20 meter per seconde. Op tijdstip t is 0, bevindt hij zich op plaats x is 0, en ik wil de, de plaats, de beweging eigenlijk van de auto vastleggen gedurende 5 seconden. Oké, okay, nou we gaan een tekstmodel maken. Een tekstmodel ziet er eigenlijk als volgt uit: altijd. Ik heb twee kolommen. In de linker kolom komen dadelijk de modelregels en in de rechter kolom zet ik alle startwaarden die het model nodig heeft. En de startwaarden die het model nodig heeft, dat zijn deze startwaarden. Die zijn net ook al genoemd. Ik weet hier dus al de snelheid, die is 20 meter per seconde. En laten we hier als tijdstap gewoon 1 seconde nemen. Wat je al ziet is dat die startwaarden, het zijn gewoon getallen, je hoeft er geen eenheden achter te zetten. Daar kan het model niet mee werken, is voor het model ook helemaal niet belangrijk. Oké, okay, dan nou gaan we het model uh, de opdracht geven om te doen wat we willen dat hij doet. Allereerst moet hij gaan uitrekenen hoe groot de verplaatsing is in de eerste tijdstap. En daarvoor gebruiken we eigenlijk dezelfde formule als die we bij de analytische methode hadden. De verplaatsing is gelijk aan de snelheid waarmee de auto beweegt, maal de lengte, de tijdsduur van de tijdstap. En dan krijg je dus deze vergelijking. Als ik de verplaatsing weet in de eerste tijdstap, dan tel ik die op bij de plaats die ik al had. Dat doe ik, doe ik in tweede regel en dan ben ik eigenlijk al klaar en dan kan ik in de derde regel zeggen en laten we nu dan doorgaan naar het volgende tijdstap. Eh, reken uit wat de nieuwe tijd wordt door de, de tijdstap op te tellen bij de oude tijd die ik had. En eh, dit blijft hij dus herhalen totdat de stopconditie eh, aan de stopconditie is voldaan. Nou en de stopconditie ziet eruit in de vorm van, ja je mag stoppen als eh, de tijd eh, groter of gelijk dan 5 seconden wordt. Want ik wil... De verplaatsing bekijken gedurende die 5 seconden. Oké, okay, wat uh, krijg ik er dan uit uit het model? Nou, eerst even wat krijg ik eruit wanneer ik uh, de analytische methode pak? Nou, die is uh, bekend. Uh, het is natuurlijk een eenparige beweging, dus dan krijg ik een rechte lijn door de oorsprong. En uh, dat ziet er dan zo uit: de beweging van de auto gedurende de eerste 5 seconden. Met ons model uh, krijg ik iets wat wel op lijkt, maar toch net iets Anders in elkaar zit, ons model geeft namelijk na elke tijdstap, en hier is dat na elke seconde: de waarde van alle grootheden waarin we geïnteresseerd zijn. Dus ik krijg puntjes, ik krijg in totaal zes puntjes tussen 0 en 5 seconden. En je ziet dat in deze, uh, deze situatie puntjes ook nog eens mooi op die lijn liggen. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, daar kom ik nog op terug. Maar ons numerieke model geeft hier dezelfde waarde uh, voor x. Op elke hele seconde als uh, ons analytisch model. Alleen het is wel belangrijk om je te realiseren dat uh, tussen elke hele seconde wij nu niks hebben berekend. We hebben eigenlijk gezegd: we rekenen uh, die uh, nieuwe plaats uit, wat die dan heeft na 1 seconde. En we doen eigenlijk net alsof gedurende die hele eerste seconde uh, het voorwerp daar al is. Dus je ziet dat je een soort trapje krijgt. Je rekent de nieuwe plaats uit en pas een seconde later reken je weer de nieuwe plaats uit die die heeft na twee seconden en pas na een seconde later de nieuwe plaats na drie seconden. Uiteindelijk hou je die puntjes over natuurlijk en wanneer je een mooie rechte lijn door die puntjes trekt dan zul je zien dat in deze situatie waarbij we dus een eenparige beweging hebben gemodelleerd ons model eigenlijk hetzelfde verband laat zien en ook dezelfde waarde als de analytische methode.